Wij gaan kijken naar... Ja. Brian Linzen. Oeh, wat zat je dichtbij. Oh. Tim. Hey, Snijboon. Wat een leuke trui. Je hebt hem inderdaad de hele winter aan. Hè? Oh, het is midden in de herfst. Dat vindt hij leuk. Tim. Ja? Wie bewijst aan jou dat lengte niet uitmaakt voor koppen? Henk Veerman. Andersom, leuk. Ja, toch? Ja. En wie nog meer? Brian Linzen. Ja, Brian Linzen. Brian Linzen is ongeveer zo hoog vanaf de tafel gemeten. Ja, vanaf de bovenkant van je laptop gemeten. Ja, zo hoog vanaf jouw vinger gemeten. Ja, ja. Dus hij is zo. En hij kan beter koppen dan als wij op elkaar gestapeld zouden zijn. Ja. Ja, omdat dat ook best moeilijk is. Maar je hebt toch ook dat... Kijk, als hij is echt zo... Je hebt ook luizen, toch? Die dus dan springt hij... Kijk, jij daar heb je en klimt hij in een verdediger. Nee, dan heb je er weer. Nee, zo is het wel goed. Laat ze maar daar, Snijboon. Oh, nou. Zo ging mij er. Brian Linzen is momenteel topscorer van de Eredivisie. Ja, dat is een Snijboon. Wij nemen dit op maandag 6 december. Jij weet dat nog helemaal niet. Brian Linzen was vorige week topscorer van de Eredivisie. Ja, maar jij neemt het maandag 6 december op. Dus misschien dat er allemaal wedstrijden op 7 december gepland worden zonder Linzen. Dat is waar. Oké, okay. Wat gaan we doen? Ik wil graag weten, zit er nou nog rek in de carrière van Brian Linzen? Want ik had dit niet verwacht. Gijs Groenteman zegt, hij gaat naar Brighton. Ja. Vincent Schildkamp heeft bij ons in de uitzending gezegd, dat gaat niet gebeuren. Maar hij zei wel een mooie combinatie van gochme en gif. Ja. Vond hij zelf ook een mooie zin sneden, want hij bracht hem ook echt alsof hij spoken word aan het brengen was. En hij doet alles in het veld wat je op straat doet om wedstrijd te winnen. Ja. Ook een quote. Ja, dus ook als hij naar huis gaat, neemt hij ook de bal mee. Dan moet iedereen stoppen met voetballen. Ja, dan roept iemand dat hij moet eten, weet je wel. Ja. Arne Slot. Brian! Dus wij gaan even kijken, zit er nog rek in de carrière van Brian Linzen. Is hij de nieuwe Dirk Kuyt? Zeg maar, nee. Kan hij Nederlands elftal spelen? Nee. Hoe weet je dat? Niet goed genoeg. Echt niet? Nee. Oké. Okay. Maar Til is gewoon international, hè? Ja, maar ik denk dat Til voelt... Ja, maar voorin, Tim... Voorin zijn we echt op zoek naar andere types dan Brian Linzen. Oké. Okay. Ik ben er ook niet zo fan van om zulke oude spelers nog in het Nederlands elftal op te nemen. Okay. Dat vind ik een beetje een Van Basten-achtige route. Van Basten-eske tactiek. Ja, ja, ja. Ja. Het is 1 januari 2000 30. Ja. En Brian Linzen is waarschijnlijk al gestopt met voetballen. Altijd leuk om even een club waar hij nog gespeeld heeft te gokken. Ja. Ik denk Zandbak. Als dat. Oké. Okay. Ja. Fuck. Ik denk toch wel... Ik zie een Duitse club voor me. Mm-hmm. Ja, St. Pauli ga ik dan toch zeggen. Leuk. 50 euro als een van de twee het goed heeft? Ja, hè? Okay. Gewoon even om spannend te maken. Ja, natuurlijk. 50 euro. Alsof ik dat heb liggen allemaal. Brian Linzen is waarschijnlijk gestopt, maar wellicht is hij... staflid? Oh. Ja, ja. Brian Linzen is een werkloze trainer. Niet kijken daar... Nou ja, maakt het niet uit. Ik kijk niet. Oké, hij is een trainer. En hij heeft aanvallen trainer 9, conditie 2. Hij is mentaal 9, tactiek trainer 5, techniek trainer 9, verdedigen 5. Hij is wel heel vastberaden, maar hij kan er absoluut geen ene klote van. Hij kan, wel dat staat hier niet op, koptrainer 20 natuurlijk. Ja, maar ja, dat is dan aanvallen, maar waarschijnlijk heeft hij bij andere dingen van. Hij heeft ook een beetje een dubbele kin op deze foto. Zie je dat? Nee, maar ik vind altijd dat hij lijkt op het achterhoofd van professor Krinkel uit Harry Potter. Jij zei afgelopen zondag, zei jij dat Joey Veerman niet afgetraind was. Ben jij wel helemaal goed bij je pa, zei. Jij deed alsof Joey Veerman nog net niet in een Excel-letje past. Excel? Nee. Ja, in dat programma. Nee, maar een Excel-letje past. Ik vind hem gewoon niet afgetraind. Oké, okay, oké. Okay. Tim, wij gaan kijken naar... Ja. Brian Linzen. Oeh, wat zat je dichtbij. Oh. Oké. Hij blijft nog 1 jaar bij Feyenoord. Tering, zat echt dichtbij. Ja, maakt hij 3 goals in 18 wedstrijden. Vervolgens gaat hij gratis naar Mainz in de Bundesliga. Daar maakt hij er 5 uit 27. Maar ik denk dat hij een jaarcontractje heeft getekend dan maar bij Mainz. Wat echt heel bijzonder is. Uh-huh. En vervolgens stapt hij over naar Schalke 04. Dat vind ik wel serieus een zieke club voor hem. Ja. Toch? En in dat jaar spelen ze ook nog Bundesliga. Maar omdat hij maar 1 keer scoort in 26 wedstrijden, degraderen ze. Ja. Tweede Bundesliga past hem beter. Mm-hmm. Dus daar maakt hij er 7 in 29 wedstrijden. Mm-hmm. 5 assist.
En promoveren ze weer. Ja, leuk. Daarna leuk, speelt leuk. Hij 15 wedstrijden in de Bundesliga. Hij wordt natuurlijk wel wat oud dan. Zij houdt het dan nog één jaartje vol waarin hij niet speelt. Maar ik vind Schalke wel echt een heerlijke club voor Brian Linssen. Hoor. Hier als zou Linssen zelf, zou die hier vertekenen? Ja, ja toch? Ja, ja. Als een soort kers op de taart. Kijk even waar die vandaan komt. Ga eens even helemaal terug, Snijboon. Fortuna, ja. MVV, ja. VVV, Heracles. En nu denk je, ja, nu moet er eigenlijk al lang iets gebeurd zijn in je carrière. En dan Groningen, Vitesse, Feyenoord, Mainz en Schalke. Het is geweldig. Het is heeft wel kuit light, hè, Snij? Serieus. Moet je even hij is met Jong Feyenoord nog kampioen voor de Nederlandse reservecompetitie geworden. Dat is wel fijn, hè? Dat is toch mooi. En de beker gewonnen met Feyenoord. Oké. Okay. Het laatste hoogtepunt daarvoor was zijn eerste senior club goal in 2009. Ja. Leuk. Ja. Ja, wel, ja. Ja, ik vind op de een of andere manier Schalke 04 dus wel best wel goed bij hem passen. Laten we naar de conclusies gaan. Weet je wat vooral handig is voor hem? Mm-hmm. Schalke in ieder geval is best wel dicht bij huis. Dus waarschijnlijk is hij weer lekker. Ja. Hij is weer echt. Ja, maar het is maar een paar uurtjes rijden, hè? Waar woont hij dan? Nou, ik weet niet waar hij nu woont. Als ik het zou weten. Nee, zou maar als hij nog in Arnhem woont, dan al helemaal. Ja, maar in Limburg is het ook wel te doen, hoor. Ja, maar wat is hij? Arnhemmer, toch? Of niet? Is dat zo? Weet ik niet. Volgens mij niet, hoor. Of hij, komt bij Fortuna en MVV. En die broers hebben ook allemaal bij VVV gespeeld. Ja, volgens mij zoiets. Of het Venlo. Of, moet dat Venlo. Even, ik ga dat wel even opzoeken voor je, jongen. Voordat je weer allemaal... Hey, komt de Venlo. Ja, jij stoot veel mensen tegen het hoofd, hè? Als het aan jou ligt ook. En tegen de borst. Utzetacht. Even kijken. Brian Linssen. Neeritter. Dorp in Nederland is dat toch? Geweldig. Ja, Midden-Limburg. Echt? Ja, het is niet zomaar Limburg, maar echt Midden-Limburg. Oh. Het grenst aan het Belgische dorp Kessenich. Ligt het vlakbij Roermond? Of zoals zij dat zeggen, Kessenich. Kessenich. Het ligt... Vlakbij Roermond. Tussen Roermond en Weert. Neeritter. Voor de feiten, Snijbo, Neeritter is een kerkdorp in Midden-Limburgs gemeente Leudal. Ja. Het hoort bij het buurtschap De Heioord. Oké. Okay. Ja. Nee, De Hei... Ja, Heioord, ja. En als je er bent, vergeet niet even de Sint-Lambertuskerk te bekijken. Die is gebouwd in de 13e, 14e en de 15e eeuw. Ja, ik zal liever naar het hooghuis Driesestraat 22 gaan, eerlijk gezegd, hoor. Ja. Of naar diverse woonhuizen. Ja. Heb je nog iets over de economie? Ja, de plaatselijke economie berust op landbouw. Ja, er is minder productie dan voorheen, omdat veel activiteiten gedelocaliseerd werden. Wist jij dat Jack van Gelder in 1973 daar zijn eerste documentaire heeft gemaakt? Geboren! Gerard Krekelberg, schrijver van het Limburgs volkslied. En dan Edwin Linssen, Brian Linssen, Sjoerd Linssen. Wie is Sjoerd Linssen? Die ken ik niet. Dat is zijn broer. Echt? Ja. Kijk eens, klik eens op hem. Sjoerd Linssen, Nederlands voetballer. Hm. In 2016 verhaalde hij VV Gesten voor VV Veritas. Oké, Tim, we dwalen af. Ja. Nog meer dan normaal. Oké. Okay. Brian Linssen is waarschijnlijk gewoon weer lekker in Midden-Limburg gaan wonen. Lekker naar Schalke. Door de week kan hij af en toe even naar huis rijden nog. Pakt daar dan lekker nog wat geld. Bundesliga gespeeld, had hij echt niet meer verwacht op een bepaald punt. Ik vind het heel mooi. Ja. Geen Brighton, maar wel mooie. Nee, carrière. Zeker. En Kuyt had natuurlijk Liverpool, wat onverwachts was. Mm-hmm. En jij zegt, hij is geen Kuyt. Nee. Oké. Okay. Maar Schalke is wel voor Linssen wat Liverpool voor Kuyt was. Gewoon iets wat je nooit zou verwachten. Die Königsblauwe. Ja. Gewoon fantastisch. En ook best wel veel doelen te maken in de Bundesliga 2. Ik denk inderdaad dat voor de Bundesliga... Dat moment is zijn niveau. Ja. Dus groots respect voor Brian Linssen. Waarvan ik eigenlijk nooit echt heb gehoord dat het een trainingsbeest is. Toch? En dat is best wel raar, want hij haalt wel alles uit zijn carrière. Ja. En het lijkt me dus echt zo'n speler die nu al actief aan het genieten is van zijn carrière. Dus dat uitstapje naar de Bundesliga is gewoon één groot feest voor hem. Ja, fantastisch. Ja. Stel, mensen willen meer filmpjes van ons zien. Ja. Hoe doen ze dat? Nou ja, op dit kanaal staan er heel veel. En hoe kunnen ze ons een klein beetje helpen? Abonneren. En? Op het belletje drukken. Nee. En reageren onder de video. Dat is ook zo'n duimpje. En zo'n duimpje. Kijk, want YouTube heeft de dislikes weggehaald. Nee. Ja. Dus als je nu gewoon dat duimpje drukt, dan ziet het er nog positiever uit voor ons. En dan slapen wij weer heerlijk vanavond. Ja, en dan slapen wij heerlijk. Net als Brian Linssen, die na een geweldige carrière ook heerlijk zal slapen. Tot volgende week. In de Lambertuskerk. Dag. Hi, willen jullie even aan Nuno en de Zon vragen of ze zich abonneren op het YouTube-kanaal? Vergeet de notificaties niet.
doen, 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 doen,